Voordat hij voorzitter was van de NMA, was Pieter Kalbfleisch rechter bij de rechtbank in Den Haag. Bij deze rechtbank diende in de jaren 90 de zaak van Chips Hol, een projectontwikkelaar die een groot stuk grond bij Schiphol had gekocht. De twee eigenaren krijgen ruzie. De een wil snel verkopen, de ander heeft juist grootse plannen met het gebied. Kalbfleisch is bevriend met de zakenman die wil verkopen. En Kalbfleisch is bevriend met rechter Hans Westenberg. Kalbfleisch zou ervoor gezorgd hebben dat Westenberg de zaak behandelt en in het voordeel beslist van de bevriende zakenman. De verliezers, die de grond niet wilden verkopen, vader en zoon Poot, vermoeden belangenverstrengeling en gaan de strijd aan. Een jarenlang proces. Het schandaal duurt nu al 17 jaar. En inmiddels is aangetoond dat wat we altijd hebben gesteld, en waarvan heel veel mensen hebben gedacht van dat kan toch helemaal niet, corruptie bij de rechtbank Den Haag, dat dat waar is. Afgelopen november wordt Kalbfleisch verhoord. Hij ontkent dat er in de tijd sprake was van vriendjespolitiek op de rechtbank. Maar vervolgens meldt zich een getuige met onthullende informatie. Zij is een griffier van de Haagse rechtbank en tevens ex-geliefde van Kalbfleisch. Tijdens een verhoor vorige week stelt zij dat Kalbfleisch wel degelijk dingen achter de schermen heeft geregeld. Dat zou betekenen dat de oud-rechter en NMA-topman Kalbfleisch heeft gelogen voor de rechtbank. Mijn eed dus. Kalbfleisch is nu dus met verlof gegaan. Zijn termijn bij de NMA als voorzitter loopt eind juni al af. Ja, en in de studio minister Verhagen van Economische Zaken. Hij is verantwoordelijk voor de NMA. Hartelijk welkom, meneer Verhagen. Ja, bent u geschrokken dat een topman van zo'n belangrijke instantie als de NMA nu zelf onderwerp is van onderzoek door de Rijksrecherche? Het is duidelijk dat de onafhankelijkheid, de integriteit van het NMA niet ter discussie moet staan. Om de doordevoudige reden dat ook de NMA toch forse straffen kan opleggen aan bedrijven die zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie of prijsafspraken. En dat is ook de reden dat de heer Kalbfleisch in overleg met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft u daar zelf op aangedrongen? We hebben een goed overleg gehad. Daarbij uit het overleg heeft hij besloten om met verlof te gaan gedurende de periode dat het Rijksrechercheonderzoek loopt. Had hij een mogelijkheid om anders te beslissen? Ik vind dat hij een goed besluit genomen heeft, aangezien juist die onafhankelijkheid en integriteit van de NMA niet ter discussie moet staan. Ja, want bent u bang dat er nu al schade is aangericht aan de, nou ja, laten we zeggen, het beeld van de NMA? Nee, het is zo dat het onderzoek zich dus richt niet op het functioneren van de heer Kalbfleisch als voorzitter van de NMA, maar zich richt op een vorige functie, Als rechter. Niet tenminste, een oude rechter. Nee, dat is inderdaad, dat is ernstig. Tegelijkertijd is het zo dat er niet voor niets een onderzoek plaatsvindt. We moeten ook gewoon wat dat betreft de uitkomsten van het onderzoek afwachten, maar ik denk juist omdat de NMA ook op een onafhankelijke wijze grote straffen moet kunnen opleggen aan bedrijven die zich schuldig maken aan oneerlijke praktijken, dan moet je dus ook daar geen discussie over hebben. Dus ik vind het een verstandig besluit om nu met verlof te gaan. Helder.